Hallo en welkom bij Paul's Model Trainster. Vandaag heb ik op mijn werkbank liggen een blokdoos van GoPro in onderdelen. Ik denk dat het er één is, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. En ik ben nog een beetje aan het kijken wat er allemaal aan ontbreekt. Ik heb hier in ieder geval één mistend trapje gevonden. Hier heb ik een pinnetje gevonden wat ontbreekt. Dit is een wagon. Die lijkt wel zwaar. Ik vind hem heel zwaar. Met wat draden eraan. En volgens mij zijn dit smeltplekken van gloeilampen die eronder zitten. Ik heb schroefjes. Een aantal. Ik heb een iets wat een haakje lijkt. Wielen. Stroompickup. En een heel frame hier met een motor erin. En deze motor lijkt nog wat los te zitten. Lijkt ook aan twee kanten een pin te hebben, maar aan één kant aandrijving. Dus ik ben benieuwd. Het is maar goed dat ik deze als defect gekocht heb. Want ja. Hier is best wat sleutelwerk aan. Het globale plan, makkelijke plan is dat een van deze wielen hieronder komt. Dat dit allemaal in elkaar gezet wordt en dat het allemaal past dadelijk. Die moet nog aan. Ik eens kijken wat ik hier nog mee in elkaar kan zetten met de overgebleven onderdelen. Dat ik één motorwagen heb die in orde is. En één bijwagen die beschadigd is. En die wat meer beschadigingen krijgt. Zodat ik daar een beetje, ja, dat ik een beetje een goede verdeling krijg van alle onderdelen. Ik begin eens eventjes met wat schoonmaakwerk hier. Ik wil zelf graag een blokkendoos, maar of het deze gaat worden, dat weet ik niet, omdat er zoveel problemen nog zijn, maar het zou kunnen dat uiteindelijk deze gaat worden. Hier is de motor, één as met de veerkoppeling en de andere gewoon leeg. Zo. Meestal gaan deze er makkelijk uit. Ja, kijk aan. De veerkoppeling zit hierin. Aan de ene kant. Aan de andere kant zit er de motor op. Die drijft een wormwiel aan. En die drijft uiteindelijk alles aan wat hierin zit. En zo. Daar zit overheen deze kap. Eén ding is zeker. Dit hoort er in ieder geval wel op. En de schroeven hier onderin, die gaan hierin. En dat houdt deze motor op zijn plek. En dat zouden wel eens deze schroeven kunnen zijn. Ik vind dit eerlijk gezegd de leukste soort projecten. Hier zijn een bak onderdelen. Misschien hoort het bij elkaar. Succes! Hey, dat is één. Dat is twee. Kijk, nu komen we ergens. Deze wielen zitten er terug op. Aan de binnenkant zit het ook goed. De motor zit hopelijk niet verkeerd om. Laten we even kijken. Nee, de motor zit niet verkeerd om. De motor zit vast. Onderplaat zit vaster. Ik mis nog een schroef links of rechts, denk ik. En
betekent dat er nog hoop is voor deze, dat het motordeel in ieder geval werkt. Nou, één wiel heeft anti-slip en de andere heeft dat niet en heeft het nooit gehad. Dat betekent dat ik nu maar één wiel heb voor de stroompick-up. En dit wiel wat ik hier heb met het afgebroken pinnetje komt waarschijnlijk ook deze uit. Dus ik ga eens eventjes bij deze kijken. Aangezien deze draaistellen nog wel eens precies het goede klikmechanisme kunnen hebben. Jawel. Aan twee kanten stroompick-up. Als ik hier de draden weet te herstellen. Er is hier één afgebroken. En ik voer die terug naar binnen toe. Dan heb ik in ieder geval een goede stroompick-up aan deze kant. Om de wagon open te krijgen, roep ik even de hulp in van mijn vrienden, de tandenstokers. En aan één kant komt het ook wel los, maar iets houdt hem heel strak op zijn plek. Het was inderdaad, deze kap zat hier aan vast aan de printplaat of aan de metaal. Het was een kwestie van alle vier de hoeken even rustig openmaken en hop, de boel komt los. Twee gloeilampen en die zitten precies op de plek van deze deuken. Er zit ook nog hier een plastic construct. Ik even moet kijken waar het vandaan komt, maar deze vervormingen zijn duidelijk van de gloeilampen, wat jammer is. Daarom dat ik ook niet hou van gloeilampen in treinen, maar vroeger kon het niet anders. En nu haal ik ze eruit zodra als het kan. Dus, dit zijn de draaistellen. Deze is al lekker aangelijmd. Dus ik hoop dat ik deze kan gebruiken. Ik heb op dit moment dit oude draaistel met afgebroken pin. En ik denk wel dat het gaat lukken. Ik ga kijken of ik hem open kan maken. Dat zou moeten kunnen door dit pinnetje naar achter te halen. En dan komt het draaistel eruit. Zo. En nu hoop ik dat ik deze eruit. Kan ik eruit halen? Nou, ja, oh, ik kan uit elkaar halen, nog mooier. Hier heb ik één kant met het pinnetje met een stroompick-up. En hier heb ik de andere kant met het pinnetje en een stukje plastic tussen. Een heel klein draadje eraan. Dan moet een langer draadje aan. Dan kan die naar binnen hier. En als die hier binnen is, dan heb ik goede stroompick-up. En dan kan ik beginnen met hem weer in elkaar gaan zetten. Draadjes. Eens kijken. Ik heb er natuurlijk net een aantal hier losgemaakt. Die kan ik nu prima opnieuw gebruiken. Het nieuwe draadje erop. Zo. Nu eens even kijken waar deze vandaan kwam. Draadje terugvoeren, zo, nu naar de wielen en hopelijk, ga ik deze erop gepast krijgen. Perfect. Zo, één nieuw, nog niet zo heel soepel lopend draaistel. Dat betekent deze draden er nu doorheen kan voeren. Zo.
betekent al dat dit het binnenwerk van de blokkendoos bijna goed is. Want als deze erop gaat, en ik hier alles goed tegen de motor aanzet, zo, dan zou ik nu al, als ik de schroefjes erin draai en ik de kabels vastzet, de draadjes vastzet en ze in de goede volgorde zitten, in ieder geval wat verlichting en geluid moeten hebben. Als in motorgeluid, dat die iets aan het doen is. Hij loopt. Binnenverlichting brandt. En het idee is natuurlijk dat dan de verlichting aan deze kant van de kap van de wagon in feite ook gaat branden, maar dan hier. Deze horen echt bij elkaar. En als ik de andere kant op gaat rijden, dan gaat hier ook de verlichting aan. Maar hij rammelt ontzettend. Ontzettend. Dus ik denk dat hij sowieso een smeerbeurt nodig gaat hebben. En even alles nalopen. Maar goed, de stroompickup klopt nu. En die is dat deel is zo goed als af. Daar kan dadelijk een kap overheen en dan rijdt hij gewoon aan de loop. Ja, en deze, oei oei oei. Dit is het rijtuig. En deze heeft een de wielen hier hebben twee stroompick-up aan deze kant. Dit is ook de kant waar één pinnetje afgebroken was. En hier zit een klein stukje van een satéprikker in, die de boel op zijn plek houdt. En het is, het beweegt goed en eigenlijk prima. En doordat dus deze banken er bovenop gedrukt zitten, gaat het allemaal nergens heen. De andere kant was het al gelijmd. Zo, hier zit een houtje wat gelijmd is. Die heb ik niet open gehad. Hier heb ik gewoon het draadje verbonden. En dat betekent nu dat hij gewoon de stroompick-up heeft. Binnenverlichting zijn deze twee, die branden altijd. En dit is de sluitverlichting. Die brandt alleen maar op het moment dat alles die kant op zou moeten rijden. En ik zeg allemaal wel dingen met front en sluit. Maar uiteindelijk is het gewoon frontverlichting aan de voorkant. Of frontverlichting aan de kant waar hij heen rijdt. Want er zit geen rood licht in. Ook in de kap zit geen rode verlichting. Hierboven zitten wel rode puntjes getekend, geschilderd. Maar daar zit geen verlichting achter. Ga ik er ook niet in bouwen. Ik denk dat je daarvoor dit soort spullen nodig heb. Hier op de punt zitten ledjes. Niet vandaag, andere keer. Deze led is goed aangesloten nu. Met een weerstand ertussen. En dit is een gelijkrichter. En een weerstand met de led voor de binnenverlichting. Dat betekent dat deze altijd brandt en deze richting afhankelijk is. En dit is een gelijkrichter, wat in feite niet meer is dan vier diodes zo geschakeld dat als er aan de ene kant wisselspanning binnenkomt, dat aan de andere kant altijd een plus en een min is. En als de spanning omdraait, dat de plus en de min aan de andere kant niet omdraaien. Waardoor ik dus weet dat ik altijd plus en min heb en die led altijd zal werken. Ik moet nu nog de boel isoleren. Ik heb het even vlug in elkaar gezet. En ervoor zorgen dat het in de kap past. Want ik denk dat dat een dingetje gaat worden gezien. Hoe hier alles, hoeveel ruimte of weinig ruimte er is. Maar ja, dat zal even puzzelen worden. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar eerst isoleren. Want ik wil natuurlijk niet dat de volledige voltage van de transformator hier op die led komt. Dan is het meteen einde oefening. En dan kijken hoe het eruit ziet. Bij
Bij de wagon moet er nog wel wat aan het dak gebeuren, maar elektrisch is hier in orde. De locomotief is elektrisch ook in orde, maar mist één buffer, deze mist er vier. Dus als ik nou nog een paar van die buffers weet te maken die er goed uitzien, dan zou ik, of vinden nog beter, dan zou ik die erop kunnen zetten. Maar verder ben ik erg blij met het resultaat, aangezien dit eigenlijk een zak onderdelen was. En ik zal eens even kijken of ik er nog meer aan ga doen of dat ik het gewoon hierbij laat. Maar dat zal in ieder geval niet meer op camera zijn. Dus ik zou willen zeggen bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.